Ik ben begonnen in maart 1977 in de sportzaal van Peter Lagewaard, wat overigens geen familie is, in Schiedam. Samen met John Govert. Wij zijn daar voor gegaan omdat Peter Bakkers, toen hij ook zijn eerste les had, dat had John gehoord. De week daarvoor was er een demonstratie geweest door zeker een Suzuki-sensei. Die heb ik verder nooit ontmoet. En de eerste echte les, daar waren we aanwezig. En nou, ik vond het zeer interessant, omdat ik heb eigenlijk altijd wel interesse gehad in Japan en in krijgskunst. Ik had karate gedaan. Maar dat beviel me toch niet zo. Ik vond het eigenlijk gewoon toch, ja, die stijl, harde stijl was het. Kyokushin karate, ik vond het hard. En Aikido was voor mij een verademing, omdat het bewegen met je lijf is. Maar dat idee van harmonie vond ik mooi. Dat raakte me wel. En het was Bakkers, die sensei, die probeerde echt misschien dan wat op te zetten. En deed dat ook heel erg goed. En was een inspirator in die tijd. Dus daar zijn we begonnen. Ja. Kijk, in die tijd was Peter Bakkers, toen we daar begonnen, nog net geen zwarte band. Dus hij moest de show dan nog doen. Dat is een paar maanden later nog gebeurd. Dus het zegt ook iets over die periode. Het was echt de beginperiode van Aikido. Ik denk dat de eerste lichting was waarschijnlijk in 71, 72 begonnen. Althans in de vorm die wij volgen. Wij waren de tweede lichting. Dus het was ook nog wel gebaseerd op kracht. Dus zo ging het in die tijd. Niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Terry Ezra, mijn sensei, vertelt het ook regelmatig. En dat was hier ook wel. Ze werd te veel kracht gebruikt. Maar het was toch erg interessant, omdat het toch weer een heel ander beeld gaf dan wat ik gewend was. En het harmonie bestond wel, maar het zat meer denk ik in ons hoofd, terwijl we toch in de praktijk eigenlijk gewoon heel erg stevig bezig waren. En dat was interessant toen een aantal jaren later Kineskase in het land kwam en een totaal ander soort Aikido liet zien. Dus dat was veel meer gebaseerd op ontspanning, terwijl wij nog toch ook heel erg krachtig bezig waren. Wat ook logisch was in die tijd, het was natuurlijk in het land de blinden is enig koning en Bakkers sensei deed enorm zijn best en heeft ons denk ik heel veel gebracht en was zeker een inspiratiebron als een soort van tweede vader voor ons. Hij was toen ergens eind 30 en wij waren allemaal jonge lui van rond de 20, 21. Dus het was wel een vaderfiguur voor ons. En we zijn hem daar, denk ik, ik in ieder geval wel, eigenlijk heel erg dankbaar voor. En dus in die eerste periode heeft hij me eigenlijk de basis van Aikido meegegeven. En de technieken laten leren. En na een aantal jaar ging Bakkers sensei, die ging weer ergens anders. Hij had een visionaire blik. Hij probeerde Aikido in Nederland echt neer te zetten. Dus wij gingen, John Roberts en ik gingen daar lesgeven in Schiedam. Dan is het echt natuurlijk helemaal een periode van in het land der blinden is en nog koning. We waren toen denk ik vierde, vijfde Q-niveau. Dus totaal anders dan nu gelukkig. Dus daar zie je ook de vorderingen aan die we in al die jaren in Nederland hebben kunnen neerzetten. Ja. Want ooit zei Erik Lauw iets dat ik erg interessant vond over het verschil tussen die twee leraren. En dat heb ik ook aan de lijve kunnen ondervinden natuurlijk. Ik ben ook voor beide veel hoeken heb ik genomen. Erik vertelde het zo van, stel je voor je hebt een kasteel en de vijand komt eraan. De vijand is Kineskase en dan word je beschoten aan alle kanten en je, doordat je muren die gaan tegen de grond aan en je hebt totaal... Je kan er totaal niks tegen doen en je verliest, je wordt overwonnen. Nu is de vijand is Fujita-sensei en je voelt niets. De ophaalbrug is gewoon nog naar beneden, want je hebt geen idee, je wordt aangevallen. En dan ineens staat de vijand op het binnenhof en je wordt verslagen. En dat was precies het verschil tussen Kineskase-sensei en Fujita-sensei. Dus bij Kineskase je wordt onder de lucht gezet en je hebt geen schijvenkans. En je wordt overwonnen, of in ieder geval onder controle gehouden, zoals we in Aikido zeggen. En bij Fujita-sensei, dat was zo zacht en je weet niet wat er gebeurt. En op het laatste moment, bam, gebeurt er iets. En zijn
manier van bewegen was eigenlijk, zoals sommigen zouden het nu nog gezegd wordt, in een soort van de letter D, hoofdletter D. Dit gebeurt en dan bam! En op dit moment heb je niet door dat er iets met je plaatsvindt en dan ga je door de grond. Masugu, recht naar beneden. En bij Kineska C zul je gelijk vanaf het eerste moment onder druk. Als we dan gaan naar Esra Sensei, wat natuurlijk een leerling was van Chiba Sensei in eerste instantie en later jarenlang van Kineska Sensei, dus die heeft daar wel veel van meegekregen. Maar ik denk dat hij iets van zijn eigen stijl ontwikkeld heeft, waarbij het voelen met je lijf nog explicieter aan de orde kwam. Dus ook in het begin niet, want hij stond ook bekend als behoorlijk hard, Kineska Sensei ook en SRC ook. Toch heeft hij bij ons heeft hij dat het voelen van de energie van de ander, heeft hij denk ik in hoge mate neergezet. En dat is wat ik zelf ook erg interessant vind. Dus ja, daar draait het eigenlijk bij Esther en Zeon. En het gebruik van ellebogen, van het centrum, niet het bovenlijf, maar het onderlijf. Wat ik ook een heel mooie vergelijking vond, op een gegeven ogenblik, in Aikido hebben we het altijd over van use your center. Maar wat is dat nou precies? En vroeger dachten we dat het iets magisch, iets mythisch was of zoiets dergelijks. En toen, ik kan me de les nog herinneren dat Esra Sensei overging van gebruik niet je bovenlijf, maar je onderlijf. En dat was eigenlijk ineens meer bevatbaar. Je kon beter begrijpen waar het om ging. En dat is steeds meer neergezet door hem en heeft ons denk ik wel een bepaalde manier van werken meegegeven. En ook dat leren ontspannen is natuurlijk zeer, zeer waardevol. En van hem heb ik doorgekregen van dat op het moment dat je hier wordt beetgepakt, dat je dat niet moet gebruiken, ondanks dat je aandacht erheen gaat, maar ander deel in je lijf. Je elleboog, je schouder, je centrumlijn, noem maar op. Heel waardevol. Dus ik zijn eigenlijk met Bakker Sensei, ik zeg altijd, die heeft me eigenlijk tot het niveau van eerste dan gebracht. Daarna kwam Kineska Sensei die me naar het niveau van vierde dan bracht. Fujita Sensei heeft daar zeker ook een belangrijke rol in gespeeld. En daarna kwam voor de tocht, Esra Sensei die me de essentie heeft meegegeven om naar een vijfde en zesde dan door te groeien. Dus het zijn vier mensen die ik eigenlijk heel erg dankbaar ben. Dat ze me gevormd hebben in het Aikido wat ik nu ben. En waarschijnlijk niet alleen als Aikido-leraar, maar ook als mens. Misschien als we het hebben over mens, wat voor keuzes maak je in je leven? Wat voor keuzes maken we op de mat? Als je wordt aangevallen, ga je er grof in of ga je ontspannen erin? En ik weet ook nog dat Esra zei een keer tegen mij van choose to relax. En ik snapte er niets van, want je staat onder druk. Hoe kan je nou kiezen om te ontspannen? En daar ben ik over na gaan denken. Oh ja, je kan ontspannen. En zo zitten, ondanks dat wij als Westeling dit natuurlijk niet gewend zijn, maar daarin kan je ontspannen. Het is nu een statische situatie. Maar kan je ook in een dynamische situatie leren om te ontspannen? Dus dat is eigenlijk waar het Aikido voor mij om gaat. Dat je leert hoe je dat je kiest voor je reactie op datgene wat op je afkomt. En dat geldt op de mat, maar dat geldt ook in het dagelijks leven. Iemand zegt iets wat je niet bevalt, hoezo? Of kan je kalm blijven en kan je je ook verbinden met de ander door na te gaan en na te vragen van wat bedoel je nou eigenlijk? En we willen heel vaak in die clash, zowel op een mat misschien, in het fysieke vlak, maar ook in het sociale, emotionele vlak. Kunnen we kiezen om te ontspannen? En ik denk dat dat Aikido mij gegeven heeft dankzij de leraren die ik gekregen heb. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ik hoop dat dat gebeurt. En het is natuurlijk een valkuil om te denken dat je ergens bent. Hè? Suzuki zei Zen mind, beginner's mind. En daar gaat het eigenlijk om, dat je jezelf als een beginner blijft zien. Nou is dat natuurlijk heel relatief, dat begin beginner. Maar zo moet je er wel in proberen te staan.
En je blijft ontwikkelen. En voor mijzelf is het waardevol om ook na te denken over wat gebeurt er in mijn lessen, in omgang met mensen. Maar ook een soort van dagelijks training te houden. En ik heb jarenlang nog steeds gewerkt met die ijzeren bollen. Om daar wat oefeningen mee te doen van een kilo. En dat, daarmee heb ik geleerd om dieper te ontspannen en ook meer extensie te kunnen gebruiken. En ik denk dat dat in Aikido ook belangrijk is. Maar dat je ook blijft nadenken, dat je niet op die automatische piloot gaat van oké, ik snap het nu wel en dat je wil stoppen. Veel mensen maken de fout om op het niveau van Shodan te stoppen met hun ontwikkeling. En dan het jaar daarna doe je nog een jaar en dan nog een jaar en dan nog een jaar. En op rank heb je 10, 20 jaar lang heb je misschien op hetzelfde niveau ben je gebleven omdat je het steeds herhaalt. Dus als beginnen leer je een aantal technieken, maar daarna komt een diepere inzicht en daar moet je over nadenken. Dus je moet ook gewoon heerlijk in je luie stoel gaan zitten onderuit en gewoon dus nadenken over technieken. Ik hoorde ooit een verhaal dat toen Kineske Sensei ziek werd en kanker kreeg, dat hij in het ziekenhuis lag en dat Esra Sensei op bezoek kwam en dat hij zei tegen hem, Terry, make Shomenuchi. Dus Terry moest op een gegeven moment Shomenuchi maken op het ziekbed van Kineske Sensei. Misschien aan de ene kant belachelijk, maar en hij deed een techniek. Hij had dus die periode in het ziekbed had hij gebruikt om over technieken na te denken. Dat gaat wel heel ver, maar het is wel een denkwijze en een manier van handelen, hoe je erin wil staan, van blijf je je ontwikkelen. Misschien tot op het laatste moment, ja. En ik probeer zoveel mogelijk met die dagelijkse trainingen, al zijn het maar simpele dingen, na te gaan van waarom doen we de dingen zoals we doen. En dan, ja, dan krijg je iets, denk ik. Ja? En niet denken dat je er al bent. Ja, er is tot op heden één leerling geweest die zo'n wens naar mij geuit heeft. En dat bewonder ik. Dus ik denk dat we in de Aikido-wereld dat we er veel aan hebben als er dus mensen komen die professioneel docent willen worden. En daar dan ook hopelijk de kwaliteiten voor hebben natuurlijk. En ik denk dat wij als docenten ook een soort van taak hebben om die mensen te begeleiden. Dus ik vind dat zelf ook wel een heel belangrijk punt. Hè? Dat sowieso dat we willen Aikido laten groeien. Dat is natuurlijk ook onze taak als docent. Dus ik zou zeggen, blijven nadenken, maar neem ook een techniek of een principe. Voor mij was het werken met die ijzeren bollen. Of misschien wil je dagelijks zo gaan staan, maar doe aan Shugyo, wat betekent dagelijkse training. He, dus vind iets wat bij jou past. Ik weet wel dat Esra Sensei zei ooit tegen ons van, we zaten in Rotterdam bij een stage en hij deed, pakte zijn boeken en hij deed wat oefeningen met een boeken. Ze al zittend en hij zei, doe dit dagelijks. En ik vond in die tijd vond ik het zwaardwerk niet zo heel erg leuk, dus dat deed ik niet. Maar bijna gelijktijdig had hij iets gedaan met die ijzeren bollen oefeningen. Toen ben ik ook naar Engeland gegaan waar hij een stage gaf puur op het werken met die ijzeren bollen. En dat past er veel meer bij wat ik interessant vond. En dat zou ik ook terug naar jouw vraag van wat zou je voor mensen die professioneel willen worden of hier docent willen worden. Ik raad aan om een oefening te vinden die bij je past en die dagelijks te doen. Maar natuurlijk ook dagelijks. En dat is moeilijk, want we nemen een bepaald voornemen. Ik, op 31 december, ik stop met roken. Ja, ik rook niet, maar stel je voor. En op de eerste begin daarmee en 5 december, 5 januari ben je weer vergeten. En iemand zei ooit een keer ons, een voornemen is als een golf en een golf sterft uit. Dus je hebt steeds weer die nieuwe impuls nodig om door te gaan. Dus het is moeilijk om iets te doen als je een voorgenomen hebt, ik ga dagelijks oefenen om dat waar te maken. En ik weet wel met die ijzeren bollen oefenen dat ik één keer s'nachts om 1 uur wakker werd en ik dacht, ik heb die oefening niet gedaan. Ik ben mijn bed uitgegaan en ik heb het gedaan.
En waarom? Eigenlijk niet zozeer voor dat ik dan zou denken dat ik die oefening zou missen, maar om die mentale training te hebben dat je het inderdaad iedere dag doet. En dat adviseer ik aan ieder, om iets te vinden waar je misschien nog niet van begrijpt waar het om gaat, maar als je 1000 slagen maakt, dan moet je niet 1000 keer dezelfde doen, er moet een ontwikkeling in zijn. Dus de eerste is misschien met veel kracht, maar maak je op een gegeven moment heel veel slagen. En ook als je nadenkt en check wat je doet, leer je om meer te ontspannen. Dus het is interessant, want in de sportwereld wordt altijd gezegd, je moet 10.000 uur trainen en dan bereik je een bepaald niveau. Dat wordt heel vaak gezegd en dat zal wel. Op een gegeven moment hoorde ik een opmerking erover, nee, je moet wel 10.000 uur trainen. Maar je moet ook wel, nou misschien niet 10.000, maar je moet ook wel heel vaak het bewust zien te doen. Dus je moet bewust worden van wat je doet. Ik heb ooit een oefening gekregen in een bepaalde training, wat compleet was dat voor Aikido. En dat was om een week lang, iedere dag, iedere keer dat je een deurhendel beetpakte, daarvan bewust te zijn. Nou, dat doe je heel vaak. Maar daarmee train je je bewustzijn. En ik hoorde ooit een verhaal van een topkok in Nederland, die van zijn chef, zijn meester, in zijn opleiding te horen kreeg, oh jij rookt hè, ja. Neem iedere dag om 12 uur, pak je aansteker, steek hem aan, weer uit, stop hem weer weg, zonder een sigaret op te steken. Om 12 uur precies. Een zinloze oefening op zich. Waarom zou je je aansteker aandoen en uit, dat is niet slecht voor het milieu ook, maar los daarvan, de focus die je krijgt om iedere dag om 12 uur precies die aansteker te gebruiken, of wat dan ook. Maar om bewust te zijn, om bewust te maken van een slag te maken of een stoot of wat dan ook. Of je bewust te zijn hoe je beet pakt, dat je gespannen bent. Oh nee, ik moet ontspannen. Ja, dus ook, ik heb net een training gegeven waarin dat ook naar voren kwam van, kan je kiezen, heb je weer die keuze waar ik het eerder over had, kan je kiezen om te ontspannen. En dat word je door het bewustzijn te trainen. Dat je weet wat je doet. Dus dat zou mijn advies zijn aan mensen die een wens hebben om docent te worden, zeker professioneel docent. Dus dat is belangrijk. En ook, zeker voor docenten en zeker professioneel docenten, zorg dat je een conditionering krijgt. En dus train je lijf. Neem veel oekemie. Ja, en ga door. Dus daarmee krijg je ook een basis. En ik heb zelf in het verleden, zowel bij Fujita Sensei als bij Kineska Sensei, was heel vaak oeken. En ik heb het voorrecht gehad om een langere periode bij Fujita Sensei de enige oeken te zijn. Dat geeft je iets, dat vormt je lijf. En dat is belangrijk, denk ik. Ja. Ooit had een vriendin van mij gezegd van, waarom begin je in Utrecht niet iets met de ouderen? En toen dacht ik van, dat is helemaal niet cool. Dus nee. Het ging eigenlijk over het geven van valtraining. Ik had daar geen beeld bij. Later, dat was in 2012, konden we op een gegeven moment meedoen aan een sportimpulsproject. Dus we gingen Aikido geven op school aan kinderen. Het was één deel. Toen hebben we ook iets van valtraining ontwikkeld voor ouderen. Dus de aanleiding was eigenlijk een sportimpulsaanvraag. En toen zag ik eigenlijk wat dat betekende om ouderen te kunnen leren goed te vallen. Om te voorkomen dat ze vallen en om te leren hoe je moet vallen. En ik zag daar de enorme waarde in voor ouderen. En vanaf dat moment dacht ik van ja, hier moeten we meer mee, want dit is zo waardevol. En uiteindelijk als Aikido docent, het is leuk om mensen les te geven, het is leuk om mensen een zwarte band te maken en op een gegeven moment met mensen die aandacht hebben, ze stappen op de trein en een paar jaar later dan hebben ze een bepaald niveau bereikt. Interessant, ook voor een docent leuk om te begeleiden, maar om mensen die kwetsbaar zijn, zowel jeugd als misschien mensen met bepaalde beperking of ouderen, om die iets te kunnen geven, is natuurlijk
eigenlijk geweldig. En dat is ook iets waar ik, ja, waar ik trots op ben. Dat als dat lukt, hè, dat je een kind wat bang is om te vallen, wat je met wat liefdevolle hulp kan laten vallen. Je ziet dan die glimlach op dat kind. Ja, dat is toch enorm waardevol. En een oudere die op een gegeven ogenblik, hè, naar me toe komt na een training en zegt van, Piet, ik ben van de week gevallen. En ik heb eigenlijk een beetje schade, maar ik heb grote schade kunnen voorkomen. En dat is te danken aan jullie training. Of dat dan waar is, nog een tweede. Maar voor die persoon gold dat zo. Dat is toch waardevol. Dus ik ben blij dat ik daarmee mee door ben gegaan. En dat we hier in Arnhem, dat we 20 cursussen Body Mind Fit hebben kunnen geven. Waar senior Aikido uit voortgekomen is. Als ik kijk naar mijn lessen, hè, we hebben aparte lessen voor senioren. En wat dat brengt, ja, Aikido technisch, het niveau is misschien, ja, zo'n aantal jaren op niveau van 6e Q, want we binnenkort gaan we 6e Q examens opnemen, en misschien 5e of 4e Q, ja, op zich niet zo interessant voor mij, maar de blijdschap van die mensen, wat zij daarin ontwikkelen, dat geeft me dan, dat geeft me heel veel. En dat vind ik waardevol. Dus ga ik graag mee door. Nou ja, als het hier om gaat om te leren de held te zijn, ja, ten alle tijde te kunnen verdedigen, daar gaat het eigenlijk niet om. Hè? Dus het gaat veel meer om wat jezelf te leren kennen, hoe jij reageert op situaties in je dagelijks leven, hoe je reageert op de mat, want dat is in feite hetzelfde. Dus als je beginner bent en of je wil misschien beginnen met de Aikido, dat je goed weet waar het om gaat en praat met een docent, praat even met groepsleden, kijk wat de sfeer is in een dojo en of je voelt dat er een soort van klik kan zijn met een groep, want dan kan je ontwikkelen. Het is zo'n mooi pad, het is echt Aikido, het is echt een weg door je leven. Dus praat met mensen en als je voelt dat er een klik is, ga daar oefenen. Als je voelt dat er geen klik is, ga dat niet doen. Ga wat anders doen. Waarom niet? Aiki is interessant, hè? Want vroeger was het, eigenlijk was dat de term van vroeger. Het was Aikido in de tijd van de O-sensei. Later werd het Aikido. En Aiki is your internal power. Ja, dus werken met een soort van interne kracht en niet alleen maar met alleen maar kracht, hè, maar het gebruik van lichaam en geest samen. En dat is interessant en er zijn veel oefeningen die je kan doen om die internal power te krijgen. Ik wil niet claimen dat ik dat per se zoveel heb, maar we proberen er wel mee bezig te zijn. Hè, dus maak je lijf tot één geheel. Ga in, doe tai chi en zorg dat je leert om zo te staan voor langere tijd. Dat je kan ontspannen. En die ontspanning is super belangrijk in Aikido. En het efficiënt gebruiken, het gebruik van je onderlijf. Dat is een vorm van Aiki, denk ik.